De nachtburgemeester van Nijmegen is Angela Verkuijlen. Amstermijn begon 1 oktober 2014 en duurt 4 jaar. Maar wat doet een nachtburgemeester eigenlijk? Nou, een nachtburgemeester is eigenlijk een eretitel. En die je eigenlijk op je eigen manier kunt invullen. Want er zijn heel veel steden, heel veel dorpen, heel veel gemeentes in Nederland vooral. Die hebben alle nachtburgemeester, maar iedereen doet het helemaal anders. In Nijmegen gaat het heel erg over het verbinden van Nijmegenaren. Het is grotendeels vrijwillig. Ik heb wel, en dat is heel erg tof, vanaf dit jaar een subsidie gekregen van de gemeente. Dus echt als aanmoediging en ook voor alle uren die erin gaan zitten die eigenlijk nergens te declareren zijn. Dus ik krijg wel iets betaald, maar het meeste is dit ook, ja, het is ook wel echt een investering in de stad. Angela probeert partijen bij elkaar te brengen. Hiervoor verzorgt zij een speciale bijeenkomst. Het heet Het Pact met PAKT. En want wat ik heel graag wil is enerzijds het zichtbaar maken van wat er allemaal gebeurt in de stad. We willen eigenlijk dat iedereen van iedereen weet van waar zijn jullie mee bezig. En waar kunnen we als Nijmegen, dus dat kan, nou ja, dat kunnen verschillende partijen zijn in de stad, waar kunnen we elkaar versterken? Nou ja, wat er een beetje aan de hand is, en dat is eigenlijk in heel Nederland aan de hand, waar voorheen de stad gebouwd werd top-down, weet je, dat er vanuit politiek beleid gemaakt werd en dat die eigenlijk alles bepaalde hoe een stad gevormd wordt en wat er allemaal gebeurt. Er is een hele kanteling gaande, dus het is niet meer zozeer dat er vanuit bovenop beslist kan worden wat er met een stad gebeurt. Maar dat steeds meer mensen opstaan om zelf initiatief te nemen in hoe zij willen dat een stad gemaakt wordt. Wat vindt Angela zelf het belang van haar nachtburgemeesterschap? Het belang van de nacht inzien en daar een onpartijdige partij op hebben die linken kan leggen en die ook de dag met de nacht verbindt. De nacht is om te spelen, de nacht is om te vieren, maar ondertussen is het wel echt serious business wat daar uit voortkomt.